de vorige keer in Poeprokker. Alles is stil. Mag Dina even meekomen? Jullie vervelende snotneuzen. Maar ik heb Vince helemaal niet uit jouw les gehaald. En ik heb geen idee dat Dina uit de dansles is verdwenen. En ik heb helemaal niet aan Matteo gevraagd om Leo uit de les te komen halen. Weet iemand wat hier gaande is? In de geheime vleugel. Alles is stil. Alles is stil. Guys, dit nummer krijg ik nu al de hele tijd. Maar ik weet niet wat ze ermee bedoelen. Weet iemand wat het betekent? Wat hoor ik? Van waar komt dat? Wat? Oh ja, dat moest ik jullie nog vertellen. Wat moest je ons nog vertellen? Je weet wel, die keer toen ik Kom als de Nacht valt heb geüpload? Ja? Wel, iemand heeft het gereüpload. Maar dat is vreselijk! Oh my god, nee. Oh nee. Wat is er nou weer aan de hand? Denk even na en je zult het weten. Oh nee. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hallo, we hebben herfstexamen. Oh nee. Kom, iedereen weet wat hij moet doen? Oké, go. In de zaal waar ze het herfstexamen gaan doen. Mensen van de muziek, dans en acteerschool. Welkom op het herfstexamen. Zo saai. Eerst een applaus voor jullie geweldige presentaties, namelijk ik. Nou ja, de eerste die mag zijn show doen is Jutta. Waarom moet ik altijd als eerst? Nou ja, let's go. Zoals altijd weer geweldig vals. Hou je mond, Jutta kan mooi spelen. Wat ga je zeggen? Hij heeft gelijk, hou je bek toe, lelijkaard. Zeg! Dan gaan we nu naar de volgende, namelijk Ilano. Ik ga vandaag een zangact geven. Sorry. Maar jij kan toch helemaal niet zingen? Dan zal ik maar beginnen. 1, 2, 1, 2, 3, go! Wat vliegt de tijd? Wat vliegt de tijd? En in één knipper met je ogen is de jeugd voorbij. Wat vliegt de tijd? En wanneer je super jong bent, zou je graag ouder willen zijn. Wat vliegt de tijd? Wat vliegt de tijd? En in één knipper met je ogen is de jeugd voorbij. Wat vliegt de tijd? Een gebrek aan muziek. Nou goed, dit was mijn zangshow. Leuk dat jullie hebben gekeken of geluisterd eigenlijk. Zijn er nog vragen? Wat is er, meneer? Weet u toevallig of die Ghost Rockers... Of wacht, nee. Pop Rockers hier ergens in het publiek zitten? Wacht, wat?
Meneer, de vragen moeten wel over Ilano gaan als u een vraag stelt wanneer hij klaar is met zingen, hè? En trouwens, ik weet niks van een of andere poprockers. Het is alleszins geen schoolproject. Trouwens, wil het groepje van Vince, Dina, Lily, Matteo, Leo en Jutta even naar voren komen? Waarom dat nou weer? Ik weet niet. Jullie worden van school gestuurd wegens het liegen tegen jullie leerkrachten en het zijn van de poprocker. Wat? Zijn zij de poprocker? Nou ja zeg, wat krijg jij nou eens? Maar Matteo wordt niet van school gestuurd. Wacht, wat? Zeg, waarom wordt hij dan niet van school gestuurd? Omdat hij geen poprocker is. En wie zegt dat? Matteo is veel te braaf om een poprocker te zijn. Kom, rugzakken pakken, lokken leegmaken en weg. Dat kun je niet maken. Stop, vrienden. Wat? Mevrouw de directrice. Ja? Laat hun niet van school gestuurd worden, ambetante trut. Jij wordt ook van school gestuurd. U hoeft mij helemaal niet van school te sturen. Ik ga vrijwillig weg. Mevrouw, dat kunt u niet maken. Ja, de poprockers waren geweldig. Wat krijgt iedereen hier ineens? Inderdaad, breng ze terug of ik ontsla u. Jij mij ontslaan? Ik ben dus wel de directrice, hè? En dan? Dan ga ik naar de eigenaar van de school. Wat? Maar buiten de school. Ik had niet verwacht dat mevrouw de directrice zo'n bullebak was. Ik ook niet, hoor. Inderdaad, ze had beloofd tegen niemand te zeggen dat wij de poprockers waren. Ja zeg, en in plaats van het tegen niemand te vertellen, vernedert ze ons helemaal voor de hele school. Ja, inderdaad, ze laat ons naar voren komen en dan zegt ze, poprockers, jullie worden van school gestuurd. Trouwens, Matteo, je hebt wel echt gelijk. Over wat? Dat ze een ambetante trut is. Guys, we hebben wel een probleem. Hoe gaan we nog in de geheime vleugel binnen raken? Oh, ik word gebeld. Hallo? Hallo, hier met de turnjuf. Waarom belt u? Toch niet om mij ook al helemaal te vernederen, hè? Nee hoor, kom maar terug naar de school. Het mag eigenlijk niet van de directrice. Maar oké, van mij mogen jullie terugkomen. Kom maar terug. Yes, thanks. Wie was het? Voor wat was het? Het was de turnjuffrouw. We mogen terug naar school. Heeft de directrice zich dan ineens bedacht? Nee, maar van de turnjuffrouw mogen we terugkomen. Ik kreeg een melding op de gsm. Poprockersconcert? Wacht, wat? Ik kreeg hier ook een melding van een poprockersconcert op de iPad. Dat heb ik goed geregeld, hè? Wacht, we mogen zondag optreden in het Sportpaleis. Oh my gosh. Meen je dat? Maar natuurlijk. De volgende dag wanneer de poprockers klaar zijn met posters ophangen in de school van het concert. Oh, wat is dit? Een poster, poprockersconcert. Ik ga komen. Wat is dit? Poprockersconcert? Die mogen hier geen voet meer binnenzetten. Hier, dat doe ik ermee. Hier, dat. Zo. Is hij nu helemaal zot geworden? Maar de poprockers zijn geweldig. Het boeit me niet wat jullie van de poprockers denken. Ik vind ze super slecht. Ze stelen alle carrières van de studenten. En met een stomme concertje. Hier is de gitaren. Dit was Poprockers.